je in de vreemde zet en je leest in een krant van die mooie oude stad in het verre Nederland. Dan kruipt er iets bij je omhoog, dan duurt het je overal pijn. Dan denk je dikwijls bij jezelf, wat zou ik er graag zien? Welkom bij Kruipen in de Regio. Ook vandaag gaan we weer de streek in om te praten met mensen die iets hebben met de plek waar ze wonen. Vandaag zijn we in Wijchen. Vandaag de gast, ondernemer en horecaman Michel Wijd. Michel, hartstikke welkom in het kasteel hier in Wijchen. Jij bent opgegroeid hè, in deze omgeving, in Wijchen. Ja, absoluut. Vlakbij. Ja. In de wijk Valendries. Een echte arbeidersbuurt in de Acaciastraat. En vroeger noemden ze dat de Acacia Boulevard. Oh, dat klinkt heel erg chic. Ja, chic. Ja. Ja, het was meer het arbeidersgezin, daar kon alles. Zomers leefden wij daar buiten, om het zo maar te zeggen. En een geweldige tijd vroeger. Ja. Want jij komt ook niet uit een klein gezin, hè? Ik ben de jongste uit een gezin van vijf jongens. Ja, maar we hadden in de buurt veel grotere gezinnen. Ja, echt ook bekende gezinnen met soms wel eens 15 tot 18 kinderen. Ja. En 's middags, hoe ging dat er al naartoe? Als je van school kwam, werd er dan voornamelijk buiten gespeeld, maar bepaalde specifieke activiteiten die jullie dan altijd deden? Ja, wij woonden vlakbij een groot grasveld. Ja. En dan was het van school uit de tas naar binnen gooien, de bal uit de schuur pakken en wachten op je vrienden en dan voetballen. Dan kwamen ze uit alle hoeken en gaten en waren we binnen een mum van tijd met 15 tot 20 jongens. Geweldig. Maar bijvoorbeeld schaatsen of zo, als er dan winters was, waar gebeurde dat hier in Wijchen? Meestal op het Wijchensmeer, ja? Maar dan moest het echt hard gevroren hebben. Dat was vroeger wel vaak het geval. Ja. En dan zorgde de gemeente voor licht. En wat mensen voor snaperingen. En dan was je eigenlijk de hele dag wel een hele avond op het Wijchensmeer te vinden. En schaatsen totdat je een vriendinnetje vond. En daar proberen om mee verder te schaatsen. Om mee verder te schaatsen, ja. Ja, één keer gelukt. Okay. Ja, en dat is niet toevallig nu ook je EGA? Nee. Die is van... Toen waren de schaatsen al in het vet gezet. In het vet gezet, ja. Ontmoeten. Ja. Ben je ook hier naar de middelbare school gegaan? Ja, ik heb vroeger op de Maria school gezeten. Die is inmiddels afgebroken. Daar is nu een parkeerplaats aan de zijkant van het centrum. Ja, en daar heb ik 6 jaar op gezeten. Ook een super tijd gehad. Ik ging eigenlijk heel graag naar school. Ik was graag met mijn vrienden en vriendinnetjes daar. Ik had ook al schoolvriendinnen. En dat was gewoon super. Ik ging daar graag naartoe. Gewoon een prettige plek ook om op te groeien. Absoluut. Want waar gingen jullie dan stappen bijvoorbeeld? Ja, op de lagere school gingen we nog niet echt stappen natuurlijk. Nee, maar middelbare? De middelbare wel. Die heb ik ook in Wijchen doorgebracht. Ja. Op de scholengemeenschap, op de MAVO. En dan gingen we naar de Oase in Averna. En eerst altijd naar Lammy. Lammy in het centrum van Wijchen. Ja, dat stond bekend omdat je daar moest zijn. En dan moest je in ieder geval een keer geweest zijn om erbij te horen. Ja, ja. Ik was daar regelmatig te vinden het weekend. Ja. Was dat de tijd ook van brommertjes en zo? Ja, absoluut. Ja. Sundabs en Krijtlos en Solex. Fantastisch, met van die handversnellingjes en zo. Was het geld wat je bij elkaar kon krijgen, daar kocht je dan meteen je eerste brommen voor. En ik weet nog goed, mijn vader had een Sparta met een JLO-blok. Ik zal de verdere vertaling, zoals ze mij dan toen noemde, eigenlijk maar niet voor de camera zeggen. Maar
ja, daar mocht, die mocht ik dan wel eens lenen. En ja, dat was geweldig. Dat, ja, en dan mensen achterop en dan soms natuurlijk met z'n drieën wat niet mag. Ja. En ja, dat was, maar dat waren allemaal echt van die tijd, echt ja, voor die tijd nieuwe brommels, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, vergeleken met nu is dat, was dat echt oud spul, maar wel ja, echt geweldig. Ja. Was het voor jou in die tijd logisch dat je dan, als je, weet je, als je een gezin zou stichten, dat je hier in de regio zou blijven? Of nee, totaal niet. Nee, nee. Ik heb in Rotterdam gewoond, ik heb in Amsterdam gewoond. Mijn eerste baantje was in Heijen, mm-hmm. bij een vakantiepark. Mm-hmm. Daar heb ik toen nog ja, vanaf het begin mee helpen opzetten, zeg maar. En toen heb ik in Gennep gewoond, dus ik was ook al vrij vroeg de deur uit. Ja, ik had 5 broers, en, of 4 broers, en ja, de jongste was de verwenste. En ik mocht thuis veel. En dan zei ik altijd maar dat we vroeger naar de meshallen gingen. Maar dan was ik altijd wel ergens anders te vinden. En ja, ja, de, ja, mijn ouders zijn allebei helaas overleden, al een tijdje. En ja, als je nu nog het verhaal van toen zou horen waar ik over een hond gezworven heb, dan, ja, dan zou ze niet echt blij van worden, denk ik. Ja. Maar die omzwerving hebben wel weer geleid tot deze regio om je hier weer thuis te Ja, op een gegeven moment kreeg ik, ik woonde zelf in Wijchen-Zuid op mezelf, werkte toen heel veel, dus ik vond het eigenlijk zonder geld om aan de huur te betalen. Dus toen ja, ben ik een tijdje bij mijn broer in Druten. Daar heb ik toen 3 jaar ingewoond, zeg maar, en dus nou ja, Druten, dus vlakbij. En daarna ben ik weer eigenlijk weer vanwege werkzaamheden terug in Wijchen terechtgekomen. Mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, ja. Ontmoet. En ja, nog steeds, we wonen nu nog steeds in Wijchen, ja. Wijchen-Noord. En, ja. Michel, er is veel veranderd, denk ik, hè? Dus het Wijchen van toen. Oh, en ja. Toen je het met je zundap en je kruis te krijgen door de straten. Ja, enorm. Ja, het is niet meer te vergelijken. Ik bedoel, Wijchen was klein, compact. Iedereen kende elkaar eigenlijk. Ik zat vroeger bij de Wijchense Omroep, ja. Bij de afdeling sport. Ik ben leider geweest bij het eerste elftal van AWC, de voetbalvereniging. Ja. Dus ja, en dan ja, ik vierde kermis, carnaval in Wijchen. Ja. Dus ja, alle vrienden kwamen uit Wijchen, dus ja, vrij bekend om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ja, daaromheen lagen allemaal weilanden en nu is dat allemaal volgebouwd. Mm-hmm. En ja, daar is heel veel input bij gekomen. Nou ja, goed, toen de tijd 16.000 inwoners en nu meer dan 40, dus ja. Het is gigantisch. Het is gigantisch geworden, ja, heel anders. Ja. Maar ook de hele manier van leven is natuurlijk gewoon heel anders geworden. Hè. Bedoel, zijn er dingen van vroeger die je mist, dat je echt denkt van god, dat die tijd en die activiteit? Ja, nou ja, wat wij vroeger, dat was vooral buiten. Mm-hmm. Ik speelde cowboytje op de Wijchense Berg, vlak verovertje in de bossen. Ja. Dat waren spelletjes die dat deed je buiten. Je was altijd buiten, voetballen of gewoon hangen. Wij ja, we zaten in de Kaarsstraat soms wel eens met 25 man voor de frietent op het gras. En dan weer een paar kratten bier bijgehaald. En ja, dat was gewoon enorm gezellig. Ja. En ja, dat zie je nou niet meer. Het is tegenwoordig allemaal op de telefoon en iPad en thuis op de computer. En ja. Dat is gewoon helemaal veranderd. Ja. Jij gaat best wel veel met de jeugd om, hè? Want, bij mij, ja, ik ben zelfstandig ondernemer in Beuningen. Daar heb ik een restaurant en de plaatselijke sporthal, die baat ik privé uit samen met mijn vrouw. Ja. En ja, daar komt natuurlijk enorm veel jeugd op af. Natuurlijk, de scholen die daar gymmen, alle verenigingen van binnensporten die er zijn. Ja, dus daar, dus je weet wel hoe de jeugd van tegenwoordig, zeg maar. Ja, ik heb zelf 2 dochters. Ja. 1 van 20 en 1 van 16. En ja, dat is tegenwoordig eerst chillen. Hè, thuis indrinken, om het zomaar te zeggen, terwijl dat het nog niet mag. En dan gaan ze pas stappen. En dan, maar wij, dat is helemaal veranderd. Mm-hmm. Vroeger was je om 8 uur was je in de kroeg, want om 1 uur moest je eruit.
En tegenwoordig gaan ze met de trein van 11:30, 12:00 s'nachts gaan ze naar de stad. En dan komen ze 's morgens een keer thuis. Ja, nou, dat was bons. Ja. En geef je ook feesten en partijen in je sporthal? Ja, het is een volledig horecabedrijf. En daar kunnen feesten en partijen gehouden worden. De carnaval van Beuningen wordt ook gevierd en zo. Dus het hele ander leven. Niet minder met plezier, maar wel op een hele andere manier. Ja. Hier in het kasteel, ik vroeg je eerder, was je hier al eens eerder geweest? Ja, ik ben hier verschillende malen geweest. Ik ben hier getrouwd. Veel vrienden van mij zijn hier getrouwd, want het is prachtig kasteel. Het is een mooie omgeving en daar moet je echt in ere houden. Ik vond het wel opvallend dat toen ik hier echt een beetje in de kamers binnenkwam, dat er een lift in zat. En dat vind ik dan weer niet passen bij het kasteel. Maar het is mooi, efficiënt. En zo heeft Wijchen wel een aantal echt mooie plekjes, hè, ook. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, sowieso. Het Marktplein is toch altijd met veel horeca, heel veel gezelligheid. Is toch altijd wel een plek waar mensen toch wel veel georganiseerd wordt en zo. Maar ja, wat van vroeger uit, dat waren toch wel de Wijchense Berg, waar vroeger nog wel eens de motocross was. En waar we gewoon echt heel veel tijd hebben doorgebracht. Het Leurse Bos. Waar je dan ook je spelletjes deed en mijn verjaardagen bijvoorbeeld, vooral bij mooi weer. Ja, dat was... Dat zie je nu wel minder. Ja. Mensen gaan hele andere dingen doen. Ja. Maar er wordt ook veel meer uitgevonden. Ik bedoel, vroeger kon je niet lasergamen of dat soort dingen. Ja, tegenwoordig wel. Ja. Karten. Dat wordt tegenwoordig veel gedaan. Maar mooi hoor, het Leurse Bos. Prachtig. Ja, absoluut. Prachtig. Absoluut. Ja. Ja. Zeg, over 10 jaar, Michel, dan ben je hier nog, hè, denk ik zo, als ik jou zo hoor. Dat mag ik wel hopen, ja. Ja. Dat mag ik wel hopen dat ik er nog ben. Ik verwacht niet dat we nou nog naar een andere plaats zullen vertrekken of zo. Ik heb nu ook nog steeds, ondanks dat ik veel in Beuningen ben, mijn dingetjes in Wijchen, met de kermis en al dat soort dingen meer. Dat is toch wel... Je mist de dingen van vroeger. Ja, was het anders. Hè? Vroeger had je bijvoorbeeld Café Reuvers. Ja, dat was gewoon een begrip op de kermis. Café Reuvers, later is het dan het Witte Paard geworden. En nu is het de tent. Maar ja, eigenlijk net zo gezellig, maar weer heel anders dan vroeger. Ja. Er zijn allemaal tegeltjes hier in Wijchen, begreep ik. Of tenminste, er is een pad waar tegeltjes opgezet zijn, waar je dus langs kan lopen. Als jij nou zo'n tegeltje zou moeten maken met wat Wijchen dan voor jou betekent, wat zou jij erop zetten? Wat zou ik erop zetten? Nou, laat ik het eenvoudig houden. Ik ben trots dat ik een Wijchenaar ben. Ja. Ja, ik denk dat dat wel past. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja.